Ja, ja, dat zijn de heftige kettingen. Ja. Sorry. Moet je kijken hoe we sneeuw leggen en daar rijdt hij gewoon overheen. Ja. Gewoon. Gewoon even, doet hij even. Ja. Daar gaat hij weer. Oh, daar kan je skis in doen of zo. Zo, met deze camera kan je heel dichtbij komen. Okay. Zo, die zijn lang. Ja. We can get high, because I feel... Die berg is net zo groot als ik. Ja, hoog achter dat bord. Zo, nu ik toch op de loopband moet wachten,
is het even vlogtijd. We zijn inmiddels van de wandeling terug. We zijn nu op de pistes en ik ben lekker aan het snowboarden. Oefenen. Want zo goed ben ik nou ook weer niet. Maar ja, het gaat steeds beter. Ik blijf steeds meer staan en steeds meer bochtjes maken. Het gaat top. En ik ben samen met Anouk en haar zusje Jet. En Jet is nu ook met het snowboard aan het oefenen. Ze is namelijk skilerares hier zo voor 4 maanden. Maar nu is ze even op de snowboard aan het snowboarden. Zo, daar zijn we weer. Ah, ik heb hele rode wangen van de kou gewoon. Vandaag is het echt heel erg koud. De rest van de dagen was het helemaal niet zo heel koud. Maar ik vind het vandaag toch wel fris. Maar ik ben nog steeds aan het snowboarden. De rest is allemaal naar binnen gegaan om op te warmen. En dat snap ik heel goed, want het is echt wel, vandaag echt wel koud. En haar knie die wilde niet helemaal. En haar schoenen waren een beetje te klein volgens mij ook. Dus die hield er ook mee op. Maar ik ben nog op de piste. En ik ben inmiddels op de andere piste. Ik was namelijk hier achter de tunnel. Dat is de kinderpiste. Daar begin je als beginner. En ik moet zeggen, voordat jullie alle snowboarden filmpjes gaan zien van mij en Jet, ga ik eerst dit filmpje laten zien. Dit was namelijk de eerste dag dat ik ging snowboarden. Voor het allereerst op echt sneeuw. Ik heb het wel een keer eerder gedaan, maar dan in Snowworld. En dat is, die sneeuw is gewoon zo nep als ik weet niet wat. Dus dit is zo anders. Dus hier komt ie. Ja! Oh! En nu zijn we inmiddels op de wat hogere piste ernaast. Deze is wel wat steiler en er ligt veel meer losse sneeuw. Dus dat merk je wel een beetje met snowboarden. Maar het gaat zo goed dat het wel goed komt. En het remmen gaat ook steeds beter. Bij mij was het remmen een beetje een dingetje en bochtjes maken. Maar dat gaat steeds beter. Dus oefenen. Ik heb nu nog maar een half uurtje en dan moet ik mijn spullen weer terugbrengen. Dus ik ga nog even lekker verder. En zaterdag ga ik weer snowboarden. En daar heb ik super veel zin in. Morgen gaan we naar Salzburg. Ik neem jullie gewoon lekker mee allemaal, denk ik. Ik ga even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ik denk dat ik gewoon elke dag blijf vloggen. Want ik vind het zelf gewoon ook heel leuk om vast te leggen. Het is voor het eerst dat ik hier ben. En het uitzicht is echt niet normaal. Nu valt het valt eigenlijk wel heel erg tegen nu. Omdat we hebben alleen maar mist gehad. Dit is echt alleen maar mist. Kijk, je ziet eigenlijk vrij weinig. Maar toch, het is gewoon top hier. Het is hier heel mooi. Echt heel mooi. En de taal vind ik ook geweldig hier. Ik vind het echt geweldig. Ook al kan ik amper Duits. Nou, ik moet zeggen, de laatste paar dagen heb ik aardig wat Duits bijgeleerd qua woordjes. En kan ik ook wel soms wat dingen zelf bestellen en zo. Dus het gaat wel aardig goed. Maar echt, die taal is gewoon geweldig. Duits is gewoon geweldig. Oostenrijks heb ik nog niet echt gehoord. Pools al wel. En Duits en Nederlands. Maar Oostenrijk zelf nog niet echt. Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar hoe dat klinkt, die taal. Maar ja, komt vanzelf wel tegen. Ik ga nog even snowboarden. Ik zie jullie straks weer. Just you and I, to let me down, we walk the line. But now the things go wrong, I'll take a shot for you. Give me love, give me clouds, never let you go. Give me love, give me clouds, never let you go.
When everything's gone wrong, I'll take a shot for you. Ja, ik heb de kachel aangezet. Oh, in de woonkamer. Oh, hier kan je de lichtjes goed zien. Van het dorp. Ik weet niet of ik het kan filmen, jongens. Nou, in het echt ziet het er veel mooier uit. Je denkt, het is winter, ik zet de kachel helemaal uit. Oh, okay. Helemaal aan. Heb ik hem helemaal aangezet? Ja, je hebt hem helemaal aangezet. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb hem echt niet helemaal aangezet, dat weet ik zeker. Nou ja. Maar ja, we zijn weer terug! Ja. Zullen we de filmpjes volgen? Ja, ja. Maar ze krijgen eerst het filmpje te zien wat we de eerste dag hebben gedaan. Ja, ja, je lacht hem opbouwen, hè? Ja, dan zie je het verschil. Ik ga heel even mijn jas uit, want dat werkt niet zo. Oh, ziet er ook echt fantastisch uit. Dit haar ga ik ook even fixen. Sorry guys, maar... Het is hier trouwens al een beetje donker. Zo. We zijn weer terug in Altenmarkt. In het dorpje. Oh. Mijn haar is één grote glitterbol. Ja. Oh, daar gaat de sneeuwschrijver weer. Oké. Okay. Ja, je ziet wel wat. Heeft u? Ja, joh. Nee, nou is het helemaal perfect. Huh? Het zit gewoon perfect. Ah. Oh. En dit was van gisteren. Zo gaat het dus iedere middag. Telefooncentrale. Ja, alles door appen. Alles door appen. Ja, maar zo serieus, dan gaat het iedere keer. Dan is de dag een beetje voorbij en dan hebben we alle foto's van elkaar. Ja. Dat is wel het beste. Dat geef ik ook meteen mee als tip. Want dan heb je wel gewoon meteen alle foto's op je mobiel staan. Ja. Want als je dat nog helemaal na je vakantie thuis gaat doen, dan ja, weet je niet. Nee, dat is niet te doen. Je maakt zoveel foto's. Doe ze iets nou? Niet te doen. Hey, ik heb nog wel wat leuks te vinden. Te vertellen. Ja, we kwamen hele leuke paarden tegen. Dat ben ik helemaal niet verteld. We liepen wel een beetje verkeerd. Ja. Eerst. Maar daardoor zijn we paarden tegen. Maar daardoor zijn we wel bij paarden tegen. Ah, je moet eerst even deze 32 verzenden. Zo, dat zijn er gewoon... En dan heeft ze nog niet eens mijn foto's, hè? Nee. Dus zijn foto's van Annie. Nee, maar er komt inderdaad nog een keertje komen de 30 aan. Oh.
Dat bedoel ik dus. Maar er zitten ook filmpjes van Jet bij. Ja. Maar ik heb geen Sims uit te gaan zoeken, dat mag je zelf doen. Ja. Nee, ik vind dat niet erg. Nee. Nou, weet je, als ik iedere keer alles moet gaan uitzoeken. Ja, dat is ook niet te doen. Nee. Dan hoor je, nu hoor je het al hoeveel foto's wij hebben. Dus dat geef ik echt mee als tip. Als je toch niks meer te doen hebt. Ja. En je zit toch op de bank in je huisje of iets. Ja. Weet je. Krijg nu iemand een WhatsAppje. Ben je op wintersport? Dat wist ik niet. En wie was dat? Of ken ik hem niet? Iemand die je goed kent? Ja, iemand die ik goed ken. Leuk zeg, ik wil ook sneeuw. Nou, je mag wat sneeuw van hier hoor. Ja, ik neem hem mee. Ik heb geen idee of je het kan. Nee, maar een koffertje sneeuw mee. Ja. Er ligt genoeg. Ik neem wel mee. Sowieso neem ik altijd wel genoeg mee in mijn broek. Ja. In mijn pijpen. Mijn broek is een beetje te groot, dus ik rol de pijpen altijd op en dan gaat er daar sneeuw in komen. Ja. Ja, dat heb je dan, hè? Ja. Heb je dan een koekje? Ja! Oh, ik heb al trek naar alle snowboarden. We zijn eigenlijk nog maar net hier zo weer terug. Dus. En alles is vochtig nat. Koekjes. Oh, we hebben lekkere koekjes. Oh, maar precies twee! Oeh! Oh. Dat is uitgemeten. Ja. En de boodschappen komen zo weer. Ja, komen zo weer nieuwe koekjes.